allemaal. Dit is een video van greencheck.nl. Dat zal ik ook wel aangeven als ik dat, als dat lukt. Ik heb hier een filmpje gemaakt van een presentatie van Freedom Fertilizer. Omdat dat toch een onderwerp is waar mensen het niet over willen hebben. Of durven te hebben. Namelijk ammoniak en de mogelijkheden daarvan. In Amerika zijn ze natuurlijk wel, als boer zijn ze wel bezorgd over een aantal zaken. En ze zien hier een oplossing in het maken van ammoniak met windenergie. Iets wat heel verstandig is. Veel van die agrarische gebieden zijn vrij vlak. Dus die hebben vrij, goede windcapaciteit. Ze zijn ook erg zonnig. Hoewel je natuurlijk, dat is wel vanzelfsprekend. En daar is dus ook ontzettend veel te doen met geconcentreerd zonlicht, waar je heel weinig over hoort. Ik bedoel, je hoort heel weinig boeren die hun voertuigen of dingen opwekken, energie opwekken met zonnestoom. Maar ja, dat is natuurlijk een no-brainer. Als je land ook voor een groot deel van het jaar braak ligt, niet gebruikt wordt, dan kun je daar natuurlijk het oppervlakte gebruiken. Maar nu gaat het even over ammoniak. Hier even een beschrijving van deze mensen bij Spirit Lake in Iowa. Ammoniak is een vrij, is een beetje ontkende brandstof. Ammoniak is vooral brandstof voor planten momenteel. Het is een stof die eigenlijk niet giftig is, wel ontzettend stinkt en je wordt er wel onwel van als je het inademt, maar het is niet giftig. Dus als je weer snel lucht krijgt, dan is het probleem verholpen. Het brandt goed, er zit waterstof en stikstof in. Die stikstof, daar gebeurt niks mee. Die waterstof die verbrandt heel netjes met zuurstof in de lucht en ontstaat er water en stikstof. Nou ja, de lucht is voor een groot gedeelte stikstof en water, dat kennen we ook allemaal. Stikstofmonoxide komen niet echt bij vrij als je het verbrandt, omdat het vrij koel brandt. Lage temperatuur, de koolmonoxide, NOx-emissies zijn afhankelijk van de brandtemperatuur. Dus of je nou methaan, olie, benzine of whatever verbrandt, het zijn namelijk gewoon de verbindingen van stikstof in de lucht met zuurstof in je verbrandingsproces. En bij een hogere temperatuur ontstaat er meer koolmonoxide en dergelijke. Er is ook een enorme infrastructuur, dat wordt hier gezegd. 2 major ammonia pipelines, ammonia terminals en later wordt er nog gesproken over ammonia fabrieken. Het is opvallend, want die infrastructuur die wordt maar voor een heel klein gedeelte van het jaar gebruikt. Dus wat je eigenlijk hebt is allemaal equipment, allemaal hier zoals je hier tankwagens en dergelijke, die voor een groot gedeelte van het jaar stilstaan, weg te roesten. En dan af en toe worden gebruikt om het land vruchtbaar te maken. En dat moet. Kijk, hier heb je pipelines en terminals. Natuurlijk zit het in de agrarische gedeeltes van het land. Is dat een stuk beter ontwikkeld. Nogal logisch. Er is ook ontzettend veel. Maar in Europa bijvoorbeeld loopt ook een heel netwerk van ammoniakpijplijnen om van de havens waar de ammoniak soms wordt aangevoerd, het naar het land te brengen en daar op te slaan, op te bouwen als het ware, om dan opeens gebruikt te worden. Dus een behoorlijke consumptie, 8 tot 20 ton per vierkante mijl. En het is zeer belangrijk voor het groeien van gewassen. Het is essentieel geworden. Hier zien we een plaatje dat wel interessant is. Hier kun je zien dat er een soort cyclus is tussen stoffen in de atmosfeer en stoffen in de grond. Via de planten normaal gesproken. Dus normaal gesproken leggen planten stikstof vast in de grond. De grond fungeert als een soort oplaadbare batterij. Er moet een bepaalde mix van mineralen en koolstof en stikstof en dergelijke zich in bevinden. Voor het optimaal groeien van planten. Nou, er zijn planten voor, die doen dat voor elkaar. Als je dat intensief gaat doen, zoals we dat onder Monsanto hebben mogen genieten, dan ga je die grond eigenlijk doodmaken. Je gaat er gewoon, dat is bijna zand. En alles wat je nodig hebt om iets te laten groeien, dat voeg je toe en daar hoort kunstmest bij. Dat is een probleem, dat is eigenlijk een ander onderwerp. Maar op het moment dat de gasprijzen gaan stijgen, benzineprijzen gaan stijgen, de olie zoals nu op aan het raken is, heb je opeens een probleem, want je land produceert alleen als het kunstmest heeft. En ja, op een gegeven moment is die kunstmest er niet meer. Die kun je niet meer betalen. En dan heb je honger. Dat is toevallig een slide over honger.
En de Wall Street speelt daar een grote rol bij. Vooral om te zorgen dat we geen alternatief hebben. Dus vooral niet praten over windammoniak of andere soorten zonneammoniak of andere soorten renewables. Want dat zou natuurlijk de consumptie van gas reduceren. En we willen graag veel gas verkopen. Dat is de basis. De stelling van GreenCheck en van mij persoonlijk is dat het bankwezen compleet afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor zijn bestaan. Nou, geld uitdelen is eigenlijk niet anders dan fossiele brandstof uitdelen. En daarom is de macht van de fossiele brandstoffen over het financieel systeem zo groot. Zij zeggen gewoon tegen de banken van, nou, je mag het al dan niet. En zo gaat dat. Dus, maar hier staat de producing single ton of ammonia of ammoniak heeft... creëert ook emissies. 1,8 ton voor methaan. En als je kolen gebruikt dan 3 ton. Dat is meer energie is nodig om eerst water te splitsen, de waterstof daarvan aan de stikstof te binden die je hebt gekoeld met de warmte van de kolen. Dat is al absoluut gestoord om het zo te proberen te doen. En realiseer je dat het simpelweg goed bebouwen van land en het gebruiken van andere planten om die stikstof in de grond te stoppen. Even productieve land, evenveel productie kan opleveren. Dus we zijn er niet eens afhankelijk van. We zijn er alleen afhankelijk van omdat nu het land, over het algemeen, de grond over het algemeen dood is. Maar ja, dat is absoluut geen goed idee, want het is dus een ontzettende energetische slurper. Het verspilt in feite enorm veel energie. Dus de zonne-energie die je zou kunnen gebruiken om je stikstof in de grond te krijgen, die gebruik je niet. In plaats daarvan gebruik je aardgas. En dat betekent dat je 39% van jouw kosten van productie verdwijnen in aardgas. Je energiekosten, geloof ik. Even kijken hoor. Het is allemaal een beetje relatief natuurlijk. Wat zijn nou de energiekosten? Want op het moment dat je dit met duurzame energie doet, dan dus de ammoniak maakt, dan heb je geen energiekosten meer. Dan heb je eigenlijk wel installatiekosten van je windmolen en dergelijke. Maar goed, dat zou enorm in emissies sparen. Want het wordt natuurlijk niet alleen gemaakt, het moet ook verspreid worden en gebracht worden waar het gebruikt wordt uiteindelijk. En dan, nee goed, het is allemaal één groot gekkenhuis. 39%. En dat is een enorme business. De Verenigde Staten kennelijk importeren ze ook een hoop ammoniak. Niet verstandig. Ze importeren een hoop olie en een hoop gas. En dus ook een hoop...